Wasserij Majerus, 125 jaar. Loosduinen is niet alleen bekend als tuinbouwgebied, maar hier vestigden zich ook vele wasserijen. Waarschijnlijk vanwege de ruimte voor de bleekvelden. Dit waren grasvelden waar het goed, door het telkens nat te maken, door de zon gebleek werden. Over een van deze wasserijen wil ik het hier hebben. Dat is Wasserij Majerus. In 1868 kwam Martinus Antonius Boek uit Voorburg, die steenhouwer was zich hier vestigen op de boerderij aan de Haagweg 103. Hij begon een wasserij, toen nog A boek geheten. Het was hard werken. In de kuipen werd gewassen en gestampt en werd het goed op de bleekvelden gelegd. Koning de derde kwam kijken toen de eerste maaimachine in werking werd gesteld. Hij zei, na het maaien kan men nu rusten. En daarna Maaiers was geboren. Het huis is later verbouwd, het bedrijf groeide. Er kwamen nieuwe machines, wasmachines, droogkasten, mangels. Ook bracht het veel werkgelegenheid met zich mee. Eerst werd er was opgehaald met de hondenkar, daarna met paard en wagen door heel het Westland, dus ook bij de tuinders. Het verhaal gaat dat aan het eind van de middag de koetsiers zich verzamelden bij de Lamenijk-Duinen. En dan ging het erop los wie het eerst bij een bepaald punt was. Later werden het auto's. Ik herinner me nog zelf dat ik achter een stuur zat... en Swinters in de sneeuw vast kwam te zitten op de weg naar Krijestein, waar veel tuiners woonden. Waar ze vandaan kwamen, ik weet het niet. Maar binnen de kortste tijd werd ik omringd door tuinders die mij weer op weg hielpen. In de oorlog werden door de Duitsers de machine weggehaald... en op transport gezet naar Duitsland... Staal voor de oorlogsindustrie. Na de oorlog eerst gewerkt in de wasverzending naar collega's, en in 1963 weer begonnen met een eigen wasserij. Hier kwam een eind aan in 1994, wegens gebrek aan een opvolger.